Ja, wij zijn in het trotse bezit van een oogcomputer. Het is een zelfsturend systeem waar kinderen met hun ogen kunnen communiceren. En aan kunnen geven wat ze willen of kunnen. Ilaria heeft de Rett-syndroom. En Ilaria kan zich heel goed uiten met zijn expressie op gezicht. Maar ze communiceert niet verbaal. En we hebben geprobeerd om haar daarin te ondersteunen. Ja, dat is echt heel handig. We zijn ook heel erg blij mee. We zijn echt ook wel trots op dat wij die in ons bezit hebben. En het is echt een heel mooi apparaat. Ja. We zijn begonnen met eerst met foto's laten zien. Dus ook bijvoorbeeld een bordje met een boterham. Kijk, we gaan eten. Op den duur dat ze dat begreep, dat je dus haar laat kiezen. Wil je een boterham of wil je pap? Nou, en dat kon ze dus ook heel goed aangeven. En het doel is eigenlijk dat ze dus gewoon een eigen computer krijgt voor haar aan haar rolstoel. Dat ze dus altijd op elk moment kan zeggen van, goh, ik ben moe. Of ik heb dorst. Of ik heb honger. Dat ze dan ook dat kan aangeven aan ons. Maar wij hebben dat hier, dat ze het kan. Soms, en dan is aan het eten. En dan ondertussen gaat ze naar de tuin, plaatje. En dan gaat ze kiezen van, mag ik schommelen? Ja, dat doet ze ook. En we proberen daar zoveel mogelijk haar daarin tegemoet te komen. Want ja, ze geeft iets aan wat ze graag wil. Dus ja, dat moeten we natuurlijk wel stimuleren op die manier. Zit je nou een jaar? Als je ziet wat ze allemaal al geleerd heeft in het jaar. Dat is echt verbazingwekkend. Om haar verder te laten ontwikkelen en haar te stimuleren om te groeien. Daar doen wij het voor. Yeah.